Nee, Fredje, nee, nee en nog eens nee. Ik pijn ze niet over. Ik ga niet weer 5 minuten voor tijd een gevecht afzeggen. En die polsblessure de vorige keer, Allah, daar kon ik nog inkomen. Maar zadelpijn. Je gaat gewoon boksen tegen Tony van de Biggelaar. De moeke van Milo. Je bent gewoon bang, Fredje. Je bent gewoon bang en dat is heel normaal. Daar hoef je niet voor te schamen. Denk je dat de moker van Milan op zijn gemak in de kleedkamer zit? Huh? Of ja, dat is dan misschien een slecht voorbeeld, maar... Je gaat korte metten maken met de moker, Fredje. Hele korte metten. Zulke korte metten dat de mensen achteraf zullen zeggen... Huh, wat zijn dat nou? Nou, dat zijn nou korte metten. Vorige keer heeft hij jou het ziekenhuis ingeslagen. En toen heb jij een half jaar moeten relativeren. En nou is hij aan de beurt. En zullen we eens kijken of hij het ook zo grappig vindt... als ze bij hem niet meer weten waar ze moeten beademen. Als ze bij hem op zoek moeten naar zijn tepels om te kijken waar de voorkant zit. Hij heeft je kapot proberen te maken, Fredje. Kapot. Ja, jij lag daar mooi buiten Westen. Ik heb het allemaal moeten aanzien. Fred, ik wilde de handdoek in de ring gooien. Echt waar. Maar toen de moker dat door had, toen keek hij me aan met die kille ogen van hem. Ik was verlamd, Fredje. Het ging gewoon niet meer. Maar vanavond zijn de rollen omgedraaid. Reken maar van yes. It's payback time! Hey, Fred, man. Ik weet het, man. Ik weet dat je de laatste tijd veel hebt moeten overwerken en dat er van trainen niet echt veel gekomen is. Maar ervaring, Fredje, ervaring, daar komt het op aan. En die heb jij ook niet. Hey, Fredje, je moet maar zo denken. Zolang je conditie achteruit holt, kan die zo heel slecht niet zijn. Hè? Oké, de moker heeft nog nooit verloren. Oké, 26 gevechten, 26 knockouts. Moeten wij daarvan onder de indruk zijn, Fredje? Is dat dan de bedoeling dat wij daarvan onder de indruk zijn? Want je moet helemaal niet bezig zijn met de tegenstander. Je moet uitgaan van je eigen krachten. Ik heb dingen meegemaakt in de boksport, man. Dat hou je niet voor mogelijk. Die partij die ik in 75 heb gebokst tegen Hakine. De Hakine. Europees kampioen. Al jaren ongeslagen. Mensen gaven geen cent voor mij. In de eerste ronde krijg ik een dreun. Bang. Alles zwart vermogen. In één keer het licht uit. In de 5e ronde kom ik bij. Ik sta nog steeds te boksen, Fredje. Ik sta dat te tollen op mijn benen. En ineens was ik het zat. Ik dacht, godverdomme, niet meer met mij. Niet meer met deze jongen. En ik haal uit, man. Je had erbij moeten zijn. Hij heeft hem nooit zien aankomen. Hakine, Europees kampioen. Die zit nou in een verzorgingshuis in Helsinki vliegtuigjes te vouwen. Het kan altijd, Fredje. Het kan altijd. Maar je moet erin geloven. Je moet er zelf in geloven. Waarom denk je dat ik jouw coach ben, Fred? Waarom denk je dat ik 15 jaar van mijn leven in jou geïnvesteerd heb? Omdat ik in jou geloof, jongen. Ik geloof in jou. Daarom ben ik jouw coach. Daarom. En natuurlijk zijn er ook nog wel andere redenen, natuurlijk. Ik bedoel, anders zit ik ook maar thuis op de bank. Met Mia. Dat heb ik nou ook wel gehad. Het enige waar ik nog benieuwd naar ben als ze er kleren uittrekt, is hoeveel buiken er nou weer zijn bijgekomen. Elke avond ligt ze dan weer naakt op de rug met de kapotte kant boven. En dan moet ik ook presteren, Fredje. Dan moet ik ook presteren. En dan weet ik ook niet waar ik het vandaan moet halen. Dan is bij mij ook verstand op nul, blik op oneindig en uren maken. Dat eindeloze gebeuk van jou op die bokzak, Fred. Zoiets. Maar dan niemand die op een gegeven moment tegen mij zegt... Nou is het mooi geweest, jongen. Ga maar lekker douchen. Ik moet doorgaan, Fredje. Doorgaan. Jij denkt dat de moker van Milo een meedogenloze tegenstander is? Ha, Fredje. Ha, 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 ha. Onze Mia die weet nog niet eens dat er een boven de gordel is. En voor mij is er niks aan. Ik ken Mia al vanaf mijn 16e en echt heel strak is ze feitelijk nooit geweest. Maar
Je had tenminste een idee waar je je bevond. Maar na de geboorte van onze John, met zijn dikke kop, als ik sta te pissen, zit de wc-bril nog strakker om mijn pik. Ik neuk met pleinvrees, Fred. Als je denkt dat ik overdrijf, dan moet je morgen zelf maar komen kijken. Dan houdt Mia weer open dag. Jongen, wat ik allemaal meemaak. Ik gun hem mijn ergste vijand niet. Ze is 24 uur per dag non-stop klets en kletsnat. Als je Mia de kruis ziet, dan snap je ineens waar het woord schuimbekken vandaan komt. Heb ik jou wel eens verteld dat ze elke week van Zenzi Lube een liter van Mia afkomen tappen? Vroeger had je het geheim wat je deelde met Sandman. Maar dit is het geheim wat ik deel met Zenzi Lube. Dat half Nederland zich insmeert met het overtollig nat van Mia. Ik bef al jaren met een snorkel, Fred. Maar goed. Genoeg verhalen uit de oude doos van Mia. Mijn leven, Fredje. Je wil het niet weten. Ik ben bang dat vlak voordat ik dood ga, mijn leven als een flits allemaal voorbij trekt. En dat het een saaie flits is. Ik maak nooit van mee. Nooit. Of ja, nooit. 14 dagen geleden, Fredje. Toen waren we uitwezen eten met de zus van Mia in een restaurant. Ja, niet zomaar een restaurant. Bestek, alles erop en eraan. En toen hadden wij 2 biefstukjes besteld en 1 varkenshaasje. Maar toen kregen wij dus 2 varkenshaasjes en 1 biefstukje. Dus ik zeg tegen die ober, ik zeg, ja, dat hadden wij niet besteld. Hij zegt, oh, sorry, mijn fout, ik hou wel wat anders, ik gooi het wel weg. Ja, nee, kijk maar, we gaan hier geen goed vlees wegzetten te gooien. En je geeft mij maar gewoon een varkenshaasje, dat vind ik ook hartstikke lekker. Ja. Bedoel, feitelijk neem ik altijd een varkenshaasje. Ik dacht, nou, ik neem een keer wat anders, maar... Kregen wij toch namens het restaurant een gratis kopje koffie aangeboden vanwege... Nou, dat zijn dan de anekdotes waar ik het mee moet doen. En dan maak ik het nog mooier dan het was. Het was helemaal niet aan onze tafel. Fred? Ik moet je iets bekennen. Ik heb nooit gebokst. Ik heb nooit gebokst, Fred. Al die gevechten waar ik je over verteld heb, ik heb ze allemaal verzonnen. Hakine, dat is een bouwbedrijf in Boekel. Ik heb nooit gebokst. Ga nou toch eens naar wat voor advies ik je altijd heb gegeven. Kom op, Fred. Echt tegenaan. Alles uit de kast. Die bekers bij mij thuis. Als je Europees kampioen wordt in het half zwaargewicht, dan krijg je toch geen vanzelf met een schoelbak, Fred. Kom op! Fred, we gaan beginnen. Fred, de moker staat al in de ring. Fred. Fred, kom op nou, man. Fredje. Fred. Oké. Okay. Ik ga wel weer wat regelen. Dan maar zadelpijn. Fredje, het spijt me dat ik tegen je gelogen heb. Ik wil gewoon graag bij je zijn. Vergeef je me?